Dit is een zogenaamde sunstrip. En die worden gebruikt als showverlichting. Zoals je bijvoorbeeld hier ziet bij een optreden van Ben Sanders. Hier op de achtergrond zie je die sunstrips hangen. En een van die sunstrips uit dat optreden ligt nu hier bij mij op de werkbank. Want hij is kapot, moet gerepareerd worden. En dat is gelijk een leuk moment om iets te vertellen over Triax. Deze lampen worden normaal gesproken aangestuurd door het DMX-protocol. Dus je hebt een lichttafel nodig of een computer om ze aan te sturen. Maar gelukkig zit er ook een testprogrammaatje op, zodat ik hem even kan testen. En dan zie je ook wat defect is. Een van de lampjes blijft constant branden. Dus de stekker eruit en dan zullen we eens aan de binnenkant gaan kijken. In dit soort showverlichting vind je altijd twee soorten schakelingen. Een controller, dat is de intelligentie, en die werkt met lage spanningen. En een uitvoerende schakeling die het vermogenswerk doet. Dat is dus de spierkracht. En die werkt met hoge spanningen en hoog vermogen. Hier zie je de controller van de Sunstrip. Hier zit een klein transformatortje om de controle van spanning te voorzien. Waarschijnlijk 12 volt of misschien wel minder of misschien iets meer. Deze print ontvangt dus het DMX-signaal en zorgt voor de aansturing van de vermogensprint. En ook het testprogrammetje wordt hierop gegenereerd. En hier zien we die printplaat die al het zware werk moet doen. Op deze printplaat zie je eigenlijk 10 keer dezelfde schakeling, voor elk kanaal dezelfde schakeling. En die schakeling eindigt altijd met een triac. Die triac die schakelt de 220 volt van de lamp uit en aan. En de schakeling begint altijd met een optokoppeler. De optokoppeler zorgt voor een scheiding van de 220 volt en de controller. Je wilt namelijk altijd voorkomen dat in een geval van een defect de controller onder 220 volt komt te staan. Dat zou namelijk een hele dure reparatie worden. En bovendien is het bedieningspaneel onderdeel van de controller. Dus het is ook een veiligheidskwestie. En deze optokoppelers, de MOC3023, zijn speciaal bedoeld om triacs aan te sturen. En zo kunnen ze met heel weinig componenten heel veel vermogen uitsturen. Maar goed, terug naar de reparatie. Wat ik eerst ga proberen uit te vinden is of die controller gewoon die lamp constant aanstuurt. Dat zou een defect betekenen in de controller. Dat hij hem gewoon niet meer uitzet. Maar waarschijnlijker is het dat hij wel degelijk goed uit- en aangeschakeld wordt, maar dat die triac dat negeert en gewoon constant het vermogen uitstuurt. Nou, we hebben geluk. Want precies op het pennetje waar ik wil meten, hebben ze een overbrugging gemaakt op de printplaat. Die moesten twee baantjes moesten elkaar kruisen. En daarvoor hebben ze een 0 ohm weerstand gebruikt. Ik weet niet of je het kan zien, maar daar zit een weerstand. Die is helemaal blank met één zwart bandje. Nou, dat zijn 0 ohm weerstanden. En die worden eigenlijk alleen maar gebruikt om dit soort verbindingen te maken. Dus dit is eigenlijk gewoon een draadbrug. Maar zeker vroeger was het voor machines moeilijk om draadbruggen te maken. En daardoor kon je beter gewoon een weerstand gebruiken van 0 ohm. Wat natuurlijk ook gewoon een draadbrug is. En die konden wel bestukt worden door automatische robots. Dus daarom zie je wel eens van die 0 ohm weerstanden in dit soort apparatuur. En soms is het ook gewoon mooier als je niet te veel met draadbruggen wil werken. Dan kan je dat een beetje verbergen door een 0 ohm weerstand te gebruiken. Maar in ieder geval, precies op die plek, dat is precies dus de baan van de aansturing van onze triac. Dus ik heb mijn meetpen op dat punt gezet. Het andere meetpen gaat aan de massa. Pootje 1 van de optokoppelers. En die zijn allemaal aan elkaar doorverbonden, dus dat is makkelijk. Dan ga ik hem aanzetten en kijken wat de meter zegt. Nou, het is lastig te meten, maar je ziet dus dat die optokoppeler af en toe een puls krijgt. Hij is dus in ieder geval niet constant aan. Dat wilden we weten. En dit is een beetje lastig te meten. Dit zou ik beter kunnen meten misschien wel met een analoge meter. Of met een hele snelle digitale meter. Misschien wel met een digitale scope. Maar je ziet het effect. Hij is niet constant aan. Af en toe krijgt hij een puls. Zo, dus na het meten weten we nu dat de controller wel degelijk het lampje goed uit- en aanzet. Maar dat die triac gewoon open blijft. En dat is ook een beetje wel te verwachten.
Want die triax, dat zijn elementen die erg heet worden. Dus die gaan statistisch gezien het eerste stuk in zo'n schakeling. Dus we gaan hem vervangen. Nou, de vervanger is precies hetzelfde. Dus die gaat er nu in. Zo. En zoals je ziet, is het opgelost. De lamp gaat weer uit wanneer die uit moet en aan wanneer die aan moet. Helemaal goed. Met zo'n triak kan je dus van alles uit- en aanschakelen. En lampen is een heel veel gebruikte toepassing. En ook leuk om een beetje mee te hobbyen natuurlijk. Zo'n looplicht als we net zagen, of in ieder geval een eenvoudig looplicht, is eenvoudig te maken. Wat ik heb gedaan hier is een experimenteerbordje genomen met een triak erop. En zoals je ziet een optokoppeler. Hier, je herkent hem alweer, het witte dingetje. Het schema wat ik hier heb gebruikt, dat komt gewoon rechtstreeks uit de datasheet. En dat is dus dit schemaatje. En ik heb er een lange draad aan gemaakt voor de sturing van mijn optokoppeler. En dat heeft een reden. Dit printje wil ik namelijk zometeen veilig aan de kant kunnen schuiven. Het is namelijk een behoorlijk gevaarlijk printje. Hier komt 220 volt binnen en hier wordt 220 volt uitgestuurd. Op het koelblok staat in dit geval geen 220 volt, maar dat is bij het veeltriax wel het geval. Dus pas daarvoor op. Kortom, een heleboel elementen zijn aanraakgevaarlijk. Nou, dus wat kan ik nou doen? Ik kan hier gewoon 5 volt opzetten. Hier de plus. En dan zie je dat de lamp aangaat. Dus ik schakel de lamp nu met een 5 volt signaaltje. Nou, en vroeger, hoor mij nou, vroeger, maakten we dus zoiets om een looplampje te maken. Ik zal even uitleggen wat hier gebeurt. Is deze even los? Zo. Hier zit een klok IC, de 555. En dit is een schuifregister. En het schuifregister, als dat een 1 aan de ingang ontvangt, dan schuift hij dat door naar uitgang 2 en naar uitgang 3, uitgang 4 enzovoort enzovoort. Dus ik zal er even een keer een eentje ingooien. Door even de ingang aan de plus te hangen. Zag je het? Nou. En wat dus. Om het effect van het looplampje te bereiken. Wat we eigenlijk doen dan. Is de uitgang. Die sturen we weer terug naar de ingang. Maar dan wel geïnverteerd. Dus als er een 1 uitkomt, dan sturen we op de volgende klokpuls een 0 weer naar binnen. Dus daarom hang ik hem aan mijn inverter. Hup. En zo zie je het. Als deze uitgaat, dan gaat die weer aan. En andersom. Als deze aan is, dan gaat die weer uit. Dus als ik dit nou aansluit op mijn triakbordje, en die ligt daar nog steeds. En hier is die optokoppelaansluiting. Hup. Dus als ik een 8 kanaals triakbordje maak, dan kan ik dit fantastisch uitsturen. Nou, dat was natuurlijk wel heel erg old school. Want tegenwoordig hebben we natuurlijk de Arduino. En daarmee maak je natuurlijk in no time de gekste looplichtjes. Dus ik zal nog een keertje de triak aansluiten. De triak knippert nu mee met de laatste
LED. En je kan je voorstellen, als ik dit zou uitvoeren in 8 kanalen, met 8 flinke gloeilampen, nou, dat is best een leuk effect. Oh ja, nog iets. Als je, zoals ik nu net deed, dit triac alleen maar gebruikt om dingen uit en aan te schakelen, dus de lamp gaat helemaal aan of de lamp gaat helemaal uit, met andere woorden, ik ga de lamp niet dimmen, dan kan je het beste gebruik maken van een optokoppeler met nul doorgang detectie. Dat zijn speciale triac optokoppelers die detecteren wanneer de spanning door nul gaat. En als de spanning door nul gaat, dan schakelt hij de lamp in. En dat is veel beter voor de lamp. Het gaat hier dus om de MOC 3043. In die Sunstrip net zagen we de MOC 3023. Dat is er eentje zonder nul doorgang detectie. En dit is 43 met nul doorgang detectie. En tot zover dus de triac als schakelaar. In deel 2 gaan we kijken naar triacs als dimmers.